Live streaming is on. Maar wel gepauzeerd. Maar anders kunnen we zo wel een begin gaan maken. We hebben nu 20 mensen in de room, waarvan 15 gasten. Ik neem aan dat mensen zo wel gaan binnendruppelen. Dus wat mij betreft zwijg ik nu verder en geef ik het woord verder aan de moderator. En ga ik nu de zaak live zetten. Dat is goed. Hallo allemaal, ik ben de moderator van vandaag. Ik ben Marieke Hermsen. Ik werk bij de fractie van Amsterdam Bijeen als fractiemedewerker, voornamelijk op de portefeuilles werk, inkomen en onderwijs. En daarnaast werk ik ook voor de programmacommissie van Bijeen voor het samenstellen van het partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen. Welkom bij deze webinar over klassen en feminisme in de huidige tijd. Voordat ik een beetje ga uitweiden over waar we het over gaan hebben, wil ik jullie allemaal wat technische details mededelen. Namelijk dat deze sessie wordt opgenomen en we willen jullie ook vragen om jullie camera en geluid allemaal uit te zetten. Dus behalve ik, de moderator en onze twee gasten, de vraag of jullie dat willen doen. En om anoniem te kunnen blijven kun je ook rechtsonder in beeld een anonieme nickname invoeren, zodat je onherkenbaar blijft. Dus onze twee gasten van vandaag. Als eerste is er natuurlijk Anja Meulenbelt, bestuurslid bij Amsterdam Bijeen, ook lid van de programmacommissie, schrijfster, ervaren feministe en politica. En onze tweede gast is Eva Jury Brussard. Zij is oprichter van de stichting Single Superman. Stichting die zich door heel Nederland inzet voor het verbeteren van de economische en sociale positie van alleenstaande moeders. Vandaag gaan we het als volgt doen. Eerst gaat Anja een soort inleidende lezing geven over wat Bijeen met feminisme heeft en welke soort feminisme wij uit willen dragen. Eva Jury zal Anja's verhaal gaan aanvullen door middel van het delen van haar eigen ervaringen. En haar ervaringen binnen Single Superman en waarom ze die stichting heeft gestart. En dan ongeveer halverwege deze middag zullen we het podium openen voor vragen van jullie allemaal. Die kunnen jullie als volgt stellen. Als jullie in de Jitsi-sessie zitten, kunnen jullie die in de chatbox stellen. En voor de kijkers van YouTube kun je je vraag ook onderaan bij de chat stellen. Als je te veel last hebt van alles wat daar binnenkomt, kun je zelf vervolgens ook de chat uitzetten bij YouTube. Afhankelijk van hoeveel tijd er is en hoeveel vragen er gesteld worden, kan het zijn dat we niet alle vragen kunnen beantwoorden, maar we gaan ons best doen. We kunnen beginnen met Anja's lezing. Dankjewel. Ik moet zeggen dat het een hele belevenis is om een lezing te geven en te weten dat jullie daar ergens zitten, maar dat ik jullie niet kan zien. Als ik schrijf is dat natuurlijk vanzelfsprekend dat ik jullie niet zie, maar nu weet ik dat jullie er zitten. Dus dat is een beetje raar, maar het begint al te wennen. Zoals gezegd, we hebben een hele reeks webinars. In die webinars doen we elke keer een thema dat belangrijk is voor de partij Bijeen. En deze keer gaan we het hebben over feminisme. En wat ik hoop is dat jullie na afloop van deze bijeenkomst met mij eens zijn dat feminisme niet alleen maar een kwestie is van emancipatie van vrouwen, dat is het natuurlijk ook, maar dat het belangrijk is voor iedereen. Ik wil graag uitleggen dat feminisme een belangrijke bijdrage is voor een rechtvaardiger maatschappij. En dat dat net zo goed geldt voor alle andere vormen van ongelijkheid waar we mee te maken hebben. Nou, ik zeg het nog eventjes, de mensen die Bijeen kennen, die weten dat misschien al, maar er zijn twee pijlers waar Bijeen op staat, die we steeds maar blijven herhalen. De ene is radicale gelijkwaardigheid. En met radicaal bedoelen we niet bommen en vlaggen, maar dat het gaat om wezenlijk te kijken wat er aan de hand is.
dat we het niet oppervlakkig maken, dat we echt willen weten hoe komt het, die ongelijkwaardigheid. En de andere is, die daarmee samenhangt, is economische rechtvaardigheid. En dat zijn wel twee verschillende thema's, maar ze horen bij elkaar. Omdat je kan zien dat die ongelijkheden waar wij het over hebben ook heel vaak economische oorzaken hebben en ook heel veel economisch gevolg hebben. Dat als je het hebt over de verschillen tussen arm en rijk, die in Nederland ook alleen maar groter zijn geworden, dat het dan niet toevallig is welke mensen er vaker aan de rijke kant zitten. Dus meestal wit, hoogopgeleid man, heteroseksueel enzovoort. En dat de mensen die de grootste risico's hebben om in de armoede terecht te komen, aan de andere kant zitten vrouwen, migranten, gekleurde mensen enzovoort. Nou, het tweede waar we het vaak over hebben en wat ik bijeen en wat ik wel uit moet leggen, omdat ik hou niet zo van de term, want het zegt niks zoveel en het is een beetje academisch, dat is intersectionaliteit. Wij gaan ervan uit dat die veel verschillende vormen van ongelijkheid zijn en dat die door elkaar heen spelen. Je kunt niet, ik kan niet beslissen dat ik alleen maar vrouw ben en niet wit. Of alleen maar wit en niet vrouw. Dat heeft met elkaar te maken. Dat idee daarover dat er grote vormen van ongelijkheid zijn, klasse, kleur, seksen, seksualiteit, en er zijn er nog meer als het hebben van een beperking, de trans mensen, er zijn er nog veel meer. Maar dit zijn de grote ongelijkheden. En wat je kunt bedenken als je er even over jezelf nadenkt, we hebben allemaal een klasseachtergrond, we hebben allemaal een kleur, we hebben allemaal een seksen, we hebben allemaal een soort van seksualiteit. En dat speelt allemaal door elkaar heen. Dat wisten we lang geleden al. Voordat Kimberly Crenshaw met de term interseksualiteit aankwam zetten. Maar toen hadden we daar nog niet een mooi woord voor. Dat gaat erom dat we niet alleen maar. Het gaat er niet alleen maar om wat je individueel bent. Het gaat ook om hoe de hele samenleving is georganiseerd. Het gaat niet. Dat alle mannen individueel ervoor gekozen hebben om een bepaald leven te hebben. Het gaat om dat de hele samenleving is georganiseerd rondom deze verschillen, deze ongelijkheden. En dat die ongelijkheden ook steeds weer opnieuw worden gereproduceerd. Daar is op het ogenblik bijvoorbeeld heel veel discussie over als het gaat om racisme. Er zijn mensen denken, ja, racisme, dat gaat er alleen maar over of iemand een racist is, of die vooroordelen heeft, of discrimineert. En ondertussen proberen we mensen duidelijk te maken. Het gaat ook om institutioneel racisme. Racisme, ongelijkheid in de vorm van racisme, die zich voortbeweegt, steeds opnieuw ontstaat, zonder dat je één persoon aan kan wijzen die daarbij de schurk is. Dat geldt dus ook voor seksisme. Er zijn natuurlijk seksistische mannen. Er zijn mannen die nare dingen doen tegen vrouwen. Maar dat is maar een deel van ons probleem. Het probleem is dat het de ongelijkheid tussen vrouwen en mannen steeds opnieuw wordt gereproduceerd. Terwijl we met elkaar zeggen, ja, nee, maar dat doen we niet meer. Want in Nederland, alle vrouwen hebben gelijke rechten. Dat klopt, voor de wet hebben vrouwen tegenwoordig gelijke rechten. We mogen ook naar de stembus, dat mochten we vroeger niet. We mogen ons eigen geld verdienen, we mogen onze eigen contracten ondertekenen. Voor de wet zijn we gelijk, alleen we zijn niet gelijk. Nou, ik maak nog een beetje een stap terug. Toen ik feministe werd, hè, dan heb je toch een beetje idee waar het over ging eens. In mijn tijd, toen ik jong was, was het nog volstrekt normaal dat vrouwen op het moment dat ze kinderen kregen, ophielden met werken en ook ontslagen konden worden. Zelfs al ontslagen konden worden als ze getrouwd waren. Het was toen nog normaal. De meerderheid van de vrouwen die het zich konden veroorloven, er waren ook arme vrouwen die dan moesten werken,
die vonden normaal dat je thuis bleef, huisvrouw werd en voor je kinderen zorgde. En daarmee dus afhankelijk werd van een kostwinner, dus meestal een man, die naar zijn werk ging en dan thuis kwam en dan verwachtte dat om 6 uur het eten op tafel stond. Ja, het is een beetje een cliché, maar het was wel een beetje zo. Je kon in die tijd ook niet scheiden, tenminste niet eenzijdig scheiden. Je kon alleen maar scheiden wanneer je man het ook goed vond. Dat was voor heel veel vrouwen niet zo makkelijk. Bovendien was er geen bijstand. Bovendien, als je werd mishandeld, je kon niet eens naar de politie, want die nam je niet serieus. Want dat waren privézaken en daar hield de politie zich niet mee bezig. Moest wel echt dicht in de buurt vermoord zijn voordat ze in beweging kwamen. Er waren ook nog geen blijf-van-lijfhuizen. Je kon nergens heen. Nou, daaraan kun je zien dat er heel veel is veranderd. Het feminisme kreeg ook wel de beschuldiging dat wij ervoor zorgden dat vrouwen gingen scheiden. Nou, dat had er vooral mee te maken dat op een gegeven ogenblik vrouwen in de bijstand konden en dus konden kiezen, ook al was bijstand niet veel, om bij een man weg te gaan. Dus inmiddels hebben wij gelijke rechten voor de wet, maar is er gelijkheid? Nee, dat is het dus duidelijk niet. En waar zie je dat aan? Je ziet dat aan het rare verschijnsel dat wij zeggen dat wij in Nederland ontzettend geëmancipeerd zijn, maar dat het nog steeds zo is dat bijna de helft van de vrouwen niet van eigen werk, niet van eigen betaald werk in leven zou kunnen blijven. Dus nog steeds of in armoede leeft of samenleeft met een partner die voldoende verdient. En wij, dus er zijn de echte thuisblijvende huisvrouwen, dat is inmiddels een minderheid. Maar wat in Nederland heel veel voorkomt, zijn de anderhalf verdieners, waarbij meestal, als het een heteroseksueel stel is, de man de volle baan heeft en de vrouwen een parttime baan, waar ze dus niet van zou kunnen leven. Nou, ik kom er zo meteen nog op van hoe dat nou toch komt. Dat vrouwen ondanks onze emancipatie nog steeds niet, voor een groot deel, niet voor de helft, niet in staat is om van eigen werk te kunnen leven. Ik wil het eerst over hebben wat we eigenlijk verstaan onder feminisme. Nou, ik zou jullie eventjes, als ik jullie kon zien, kon ik gewoon een paar mensen aanwijzen en zeggen van, leg jij mij eens uit wat feminisme is. Als je het aan mensen vraagt, wat is feminisme, dan gaat het meestal over gelijkheid tussen mannen en vrouwen, gelijke rechten en gelijk loon. En dan wordt er nog even gepraat over de schande dat mannen meer verdienen dan vrouwen. Nou, maar daar is dus iets heel merkwaardigs mee aan de hand met dit idee. Feminisme is vechten voor gelijk loon. Want de vraag is altijd, als je het erover gaat hebben, gelijk loon, gelijk aan welke mannen willen vrouwen betaald worden? En daar hebben we het dan stiekem niet over. Je kunt bedenken, mevrouw de minister, die verdient misschien wel ietsje minder dan meneer de minister, maar die wil niet gelijk worden aan haar chauffeur. Ik denk dat het eerder zo is dat de chauffeur gelijk betaald zou willen worden als de mevrouw die heen en weer rijdt. Dus dat betekent dat we het hebben over gelijk loon en dan vergeten dat we het stiekem ook over iets anders hebben, over klassen, de klassenverschillen. Dus dat we het hebben over gelijk loon binnen een bepaalde sociale laag of binnen een bepaald beroep. Dat betekent dat als we feminisme zien als vrouwen zouden gelijk loon moeten krijgen aan mannen, dat we het meestal hebben over de hogere klassen, over de 20% bovenaan de hiërarchie in de piramide in Nederland. En dat we het bijna nooit hebben over alle meiden en vrouwen die achter de kassa zitten in de supermarkten, die er weinig aan hebben aan gelijk loon. Want als je hun loon moet vergelijken met de jonge mannen die de vakken vullen, die verdienen allemaal even slecht. Dus feminisme kan nooit zijn dat je zegt, ja, maar wij willen even slecht betaald worden als de mannen hier. Daaraan kan je dus zien dat wat meeste mensen verstaan onder feminisme,
dat dat eenzijdig is. Dat dat meestal gaat over hoger opkomen, carrière maken, het doorbreken van het glazen plafond. Nou, daar hebben wij een mooie grap over, want af en toe breekt er wel eens een vrouw door het glazen plafond. Maar dan moet je vragen, wie veegt daarna de scherven op? Hoeveel vrouwen komen er überhaupt in de buurt van een glazen plafond? En trouwens, als we het ook over mannen hebben, hoeveel mannen komen in de buurt van een glazen plafond? Nou, dus niet alles wat zich feminisme noemt, is het soort feminisme waar wij als bijeeners wat mee hebben. Bijvoorbeeld opzij, met wie ik vreselijke ruzie heb gekregen en die mij nu ook verder boycotten, die heeft al jaar in jaar uit elk jaar een keer een verkiezing van de 100 meest invloedrijke vrouwen. Nou, dan moet je even voorstellen, dat kan je zo raden, wat voor mensen dat zijn. Dat is directeur dit, directeur dat, CEO dat, minister, staatssecretaris dat. En af en toe iemand die gewoon, zeker wel goed verdient. Toevallig zijn die allemaal wit. Toevallig zijn die allemaal hoogopgeleid. En het zijn dus, ik noem dat het directeurenfeminisme. Dan lijkt het wel alsof feminisme er alleen maar gaat dat je zoveel mogelijk vrouwen opport om hoger op te komen. En de ergste wat opzij heeft gedaan, ze hebben een keer de eerste prijs gegeven aan de minister. En ik vergeet elke keer haar naam, dat heeft iets met Freud te maken, omdat ik dat zo'n vreselijk mens vond. Die kreeg de eerste prijs voor de meest invloedrijke vrouw, omdat zij als minister zo geweldig had bezuinigd op de zorg. Die was er dus persoonlijk voor medeverantwoordelijk dat er duizenden vrouwen ontslagen zijn uit de thuiszorg. Dat waren vrouwen die toch al ontzettend weinig verdienden. En die verdienden toen helemaal niks meer. En als je dat feminisme noemt, dan geef je mijn portie maar aan Vicky. Want dat vind ik, dat is zo totaal niet waar wij voor staan. Nou, ze hebben wel een klein beetje naar mij geluisterd. Dus bij de laatste keer dat er weer 100 invloedrijke vrouwen werden gekozen, zaten Sylvana Simons en Gloria Wekker ertussen geprutst. Dat is leuk voor de kleur. Alhoewel het niet zo erg duidelijk is wat voor carrière die nou helemaal hebben gemaakt. Maar het blijft het idee, feminisme moet hogerop. Nou, dit neoliberale feminisme proberen binnen dit systeem een mooie carrière maken. Dat mag je, kijk, dat mag je van mij feminisme noemen, maar dat is in ieder geval niet waar wij ons mee bezighouden. Waar maken we ons wel mee bezig? Waar maken we ons druk over? We maken ons druk over het feit dat er een groot deel van de vrouwen meer kans hebben om in armoede terecht te komen, onderbetaald wordt, nauwelijks verder kan komen. En dat geldt voor heel veel vrouwen. Vrouwen van kleur, migrantenvrouwen. Vrouwen die geen dure opleiding hebben gehad. Maar het belangrijkste is, wanneer begint nou een verschil te komen tussen vrouwen en mannen? Dat heeft er het meest mee te maken met het hebben van kinderen. Want tegenwoordig hebben meisjes net zoveel opleiding al gehad, school in ieder geval, als jongens gemiddeld. Maar het moment dat ze besluiten als stel of alleen om kinderen te krijgen, gaat de financiële, de economische positie van vrouwen gaat een heel stuk achteruit en wordt meestal tijdens haar leven niet meer ingehaald. Mannen die vader worden, gaan daar bijna nooit op achteruit. Sommigen gaan erop vooruit, omdat ze vanwege die kinderen juist harder gaan werken en meer willen verdienen. Nou hebben wij als feministen van vroeger nog eens naïef gedacht, als vrouwen nou meer buitenshuis gaan werken, dan gaan mannen vanzelf meer binnenshuis doen. Hè? Met het idee, dan wordt het op een gegeven ogenblik, wordt het echt gelijkwaardig. Nou, helaas, dat is dus niet gelukt. We hebben gefaald. Er zijn mannen, meer mannen, die vaderschap ook serieus nemen en de consequenties uittrekken en ervoor zorgen dat ze hun werk aanpassen aan het hebben van kinderen.
Maar dan zie je ook meteen welke moeilijkheden er zijn als het gaat om een stel, een heteroseksueel stel. Dan is het vaak de man die het om te beginnen al meer verdient dan de vrouw. En dan is het meestal zo dat hij blijft werken, fulltime. En dat vrouwen minder gaan werken. En dat is dus precies wat er in Nederland gebeurt. Waardoor er nog steeds zo'n ongelooflijke grote ongelijkheid is. Dus we zien wel mannen die het serieus nemen. Maar ik geloof, iemand heeft dus uitgerekend dat als we in hetzelfde tempo doorwerken naar het eerlijke verdelen van betaald en onbetaald werk, dat we daar nog iets van een eeuw over deden. En eerlijk gezegd geloof ik niet echt dat we dat nog mee zullen maken. Nou is het interessant dat als je nou kijkt naar al die vrouwen die dan in opzij staan, dan wordt ze nooit gevraagd hoe ze dat nou voor elkaar krijgen. Dat zijn natuurlijk bijna altijd fulltime banen. Zou het kunnen zijn dat ze een partner hebben die heel veel in het huishouden doet. Nou, dat lijkt mij tamelijk onwaarschijnlijk, waar het meestal op neerkomt. Dat vrouwen met hoge salarissen en hoge posities een deel van het werk wat door vrouwen wordt gedaan over kunnen hevelen naar vrouwen die komen stofzuigen, op de kinderen komen passen, het eten komen koken enzovoort. En dan krijg je dus iets raars. Wij zitten nog steeds blind te kijken naar de verschillen tussen mannen en vrouwen, terwijl je ook kunt kijken naar de verschillen tussen vrouwen en vrouwen. He, dus de vrouwen die komen stofzuigen bij andere vrouwen en daarna hun eigen huis nog moeten stofzuigen. En dan vaak, zelfs als ze fulltime werken, daar niet voldoende mee verdienen om werkelijk van te leven. Laat staan als ze ook nog kinderen hebben. Daar gaan we het straks met Eva Jury over hebben. Nou, mijn eerste stelling bij dit verhaal is, we kunnen dus niet over gelijkheid voor vrouwen hebben zonder ook over klasse en kleur te hebben. Dat is dan al een hele belangrijke. En de tweede stelling is, de positie van vrouwen wordt voor een groot deel bepaald door het feit dat het nog steeds de vrouwen zijn die het leeuwendeel doen aan alles wat je zorg noemt. Het zorgen voor de kinderen, zorgen voor huishouden, zorgen voor partners, zorgen voor oudere mensen. We hebben daar mooie termen voor. Mantelzorg wordt ook nog steeds meer door vrouwen gedaan dan door mannen. En dat bepaalt nog steeds wereldwijd het leven van vrouwen. Nou, stelling 3 is, als je daarnaar kijkt, hè, dus je hebt typisch vrouwenwerk, wat te maken heeft met zorgen voor. Een groot deel van dat werk wordt onbetaald gedaan, dat noemen we dan liefde, dat noemen we geen werk. En wat je dan ziet, dat het betaalde werk wat in het verlengde ligt van die zorg, zoals schoonmaken, huishouden doen voor anderen, maar ook onderwijzen, verpleging en bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, loopt ook heel veel personeel rond die geen chirurg is, maar die wel allerlei werk moet doen voor de verzorging van de patiënten daar, dat die allemaal slecht betaald worden. Nou, en dat is dus interessant hoe wat er nu is gebeurd. Vrouwen en migranten zijn dus de groepen die dat werk het meeste doen. Dit hebben we nu gezien in de coronacrisis. Kijk, wij als feministen zeggen dit al jaren, maar dat kwam nog niet zo goed aan. Maar nu was er een coronacrisis en opeens werd duidelijk dat het hele systeem waarin wij leven, deze samenleving, voornamelijk leunt op juist die mensen die we nu opeens vitale beroepen noemen. Het schoonmaken, het verzorgen, in de supermarkten de vakken vullen, de trams laten rijden. Dus wat we nu zien, er opeens een golf van waardering en dankbaarheid voor al die mensen die ervoor zorgen dat wij nog een klein beetje normaal door kunnen gaan met leven, die krijgen dus applaus. Ze krijgen alleen nog steeds niet het betaling waar je van kunt leven. Dus een van de dingen waar Bijeen ook zich voor inzet, is dat we zeggen, al die mensen in dat soort beroepen, die moeten allang een verhoging hebben van het minimumloon. Dat is wel het minste waar je op zou mogen rekenen.
Nou, hoe komt het nou? Hoe komt het nou dat werk wat zo belangrijk is, hè, iedereen kan nu zien hoe belangrijk het is, hoe komt het nou dat zo onderbetaald wordt? Daar heb ik een stelling 4, een antwoord op. Dat is de schuld van het kapitalisme. Nou, en nou leggen we de lijn tussen wat we zeiden van het gaat over radicale gelijkwaardigheid, maar het gaat ook over economische rechtvaardigheid. Ik ga eventjes maken een uitstapje naar Marx. Ik las al Marx voordat ik feministe werd, dus dat is nog steeds een oude vriend van me, al had hij wat tekortkomingen. Marx heeft een fantastische analyse gemaakt van wat uitbuiting is. Die keek naar de relatie tussen arbeiders en de bezitters van de productiemiddelen. Dat zou je nu kunnen zeggen, dat zijn de aandeelhouders en de managers van grote bedrijven. En wat hij zag, is dat de kapitalisten altijd zouden proberen om de mensen die hun arbeidskracht moesten verkopen om hun leven te blijven, om die altijd zo min mogelijk te betalen, zodat zij zoveel mogelijk winst konden maken. En waar arbeiders fatsoenlijk loon kregen, hè, er is een tijdje geweest dat kostwinners, dat je van één beroep, een fulltime beroep als man, je een gezin kon onderhouden. Dat kan tegenwoordig bijna niet meer. Het ging erom dat het altijd strijd is geweest om ervoor te zorgen dat die arbeiders beter betaald zouden worden. Maar wat Marx niet zo erg heeft gezien, is wat hij had kunnen zien als hij even in zijn eigen woning om zich heen kon kijken, dat hij voortdurend werd onderhouden en verzorgd door zijn vrouw, door de huishoudster met wie hij nog een kind had, door zijn 3 dochters en door zijn vriend Friedrich Engels, die ervoor zorgde dat er ook nog brood op plank kwam. Hij had dus niet zoveel interesse, alhoewel hij het kon zien, dat ook zijn arbeidskracht niet zomaar uit de lucht kwam vallen, maar dat hij verzorgd werd, dat hij te eten kreeg, dat zijn kleren schoon waren. Het klassieke marxisme is wat wij tegenwoordig noemen een 9-to-5 theorie. Alsof het enige belangrijke is wat er gebeurt tussen 9 en 5, het moment dat iemand de deur uitgaat naar zijn werk of aankomt op zijn werk en het moment dat hij het werk weer verlaat en naar huis gaat. En dan weten we wel, dan heeft hij vrije tijd en dan gaat hij leuke dingen doen en eten en slapen enzovoort. Wat daar Marx niet, hij had een begin, hij begon er een beetje iets over te hebben, maar hij vond het niet zo belangrijk. Is dat als je dat verzorgen, hè, het leven in stand houden van al die mensen die gaan werken, ook werk is. En dat er iemand altijd moet zijn die ervoor zorgt dat mensen gevoed worden, uitgeslapen zijn, schone kleren aan hebben, een schoon bed hebben, een beetje recreatie hebben gehad. En dat is nu waar het feminisme in de jaren 70 al mee aan kwam zetten. Ik heb daar nog ook een artikel over geschreven, over de economische waarde van huishoudelijke arbeid. Wat zou er gebeuren wanneer alle vrouwen vanaf morgen ophielden met dat huishoudelijk werk te doen en ook nog ophielden met kinderen te krijgen? Dan stortte alles in. De hele samenleving stortte in, kapitalisme stortte ook in. Want het kapitalisme heeft arbeiders nodig. Alleen, wat is er nou aan de hand dat die zorg die zo belangrijk is, zonder wie het samenleving niet verder zou kunnen en zonder wie het kapitalisme ook niet verder zou kunnen, dat die nog steeds zo slecht worden betaald? Nou, dan kom ik bij de volgende stelling. Als je kijkt naar het kapitalistische systeem als een geheel, niet alleen maar kijkt naar wat er in die fabrieken gebeurt, dan zie je dat kapitalisme ons hele leven in beslag heeft genomen. Dat het zit in alle hoeken van ons leven. Dat ergens beslist wordt welk werk onbetaald is, welk werk slecht betaald wordt, welk werk goed betaald wordt. En de belangrijkste factor daarbij is, kunnen kapitalisten daar winst mee maken of niet? En hoeveel winst? Nou, en dit is het punt. Waarom wordt zorg slecht betaald?
Dat is omdat kapitalisten die wel nodig hebben dat wij die zorg leveren, maar ze kunnen er geen of bijna geen winst op maken. En waarom niet? Omdat zorg niet is je kunt zorg niet indikken. Je kunt niet, kijk, als je een fabriek hebt waar de producten worden gemaakt, dan kan je steeds betere techniek kun je maken, waardoor één persoon achter de machine steeds meer kan produceren. Dat kun je met het zorgen van mensen niet doen. Je kunt niet je kind op maandag en dinsdag volproppen met eten, zodat je de rest van de week vrij hebt. Je kunt iemand die ziek niet is, niet alleen laten. Je kunt kleine kinderen niet alleen laten. Als dat allemaal betaald zou moeten worden, dan was de zorg inderdaad onbetaalbaar onder de huidige omstandigheden. Onder het kapitalisme. Dus dit is waar het om gaat, dat het kapitalisme altijd zal proberen om zo min mogelijk uit te hoeven geven aan het voortbestaan van het leven. Erop rekent dat wij dat vanzelf wel zullen doen. En tot nu toe doen we dat nog, maar het is ook duidelijk dat de mensen die vooral hun leven bezig zijn met zorgen voor mensen, zeker als het ook nog onbetaald is, heel vaak kans krijgen om in de armoede terecht te komen en daar bijna niet meer uitkomen. En dan moeten, aangezien het kapitalisme dat dus niet betaalt, die betaalt niet mee aan het verzorgen van kinderen, betekent dat de overheid dan via bijstanden en toeslagen van ons belastinggeld moeten betalen wat goed is voor het kapitalisme, maar wat het kapitalisme niet wenst te betalen. Nou, dat is dus wat we zien op dit moment, dat er een grote tegenstelling is tussen het werk wat gedaan wordt voor winst en het werk wat gedaan wordt om het leven in stand te houden. En dat het niet voor niks is dat de juist de laatste jaren, dat was nog voor de coronacrisis, dat je zag dat het onderwijs ging staken, dat de schoonmakers gingen staken, dat de gezondheidszorg ging staken. En waarom? Omdat hun inkomen, juist in de lagere regionen van al dat werk, niet is meegestegen met wat het leven kost op dit moment. Dus die worden het ontevreden en terecht en die gaan de straat op. Het is alleen de vraag van bij wie ze moeten zijn. Want we hebben een regering die vooral erg bezig is om het kapitalisme in het mede in stand te houden. En ons dus wijs maakt dat het helaas tegenwoordig zoveel ouderen zijn. En dat er te weinig geld voor is om die goed te verzorgen. Dus dat die het maar met minder moeten doen. Terwijl wij weten dat het geld tegen de plinten opklotst. Alleen niet tegen onze plinten. Nou, daarom zeggen wij, als je werkelijk wat wil doen aan deze grote ongelijkheid van klassen en van mannen, vrouwen en van migranten, dan zullen we iets moeten veranderen aan de wezenlijke oneerlijkheid van een kapitalistisch systeem. Dan zullen we daar met elkaar over moeten denken van waar willen we heen? Nou, en dan is ook het verhogen van het minimumloon is belangrijk, maar niet voldoende. We zullen daartoe moeten komen dat er ook een herwaardering komt voor wat nu al een beetje aan de gang is. Voor al dat zorgwerk wat gedaan wordt, onbetaald of voor heel weinig geld. We zullen kunnen links verwijten dat hij daar te weinig oog voor heeft gehad. Nog steeds een beetje zit op het gaat alleen maar om arbeid, kapitaal en niet kijkt naar wat de vrouwen doen. Ze kunnen van ons wat leren, wat niet in strijd is met wat links zegt, maar een hele erg belangrijke aanvulling. En het feminisme mag er ook wat bij leren, want zolang je blijft doen alsof het alleen maar gaat om carrière maken binnen dit systeem, dan is het duidelijk dat je het overgrote deel van de vrouwen in feite in de steek laat. En dan hoef je je er niet op te verbazen dat de vrouwen die bij Jumbo achter de kassa zitten, denken feminisme, wat doen die voor ons? Nou, dat is even heel erg
kort door de bocht, dikke planken gezaagd. Waarvan ik vind dat het heel belangrijk is dat welk soort feminisme we zien. Ik heb daar twee boeken die ik aan kan bevelen. De ene is Feminisme voor de 99%, die ongeveer ook zegt wat ik nu zeg. En een ander boek moet ik toch ook maar even aanbevelen. Dat is mijn eigen boek Brood en Rozen, waarin ik het ook heb over deze relatie tussen het onbetaalde werk, het slecht betaalde werk, het hoog betaalde werk en de positie van vrouwen. Nou, ik hoop dat jullie vragen hebben. En als je zegt van ja, beetje korter de bocht, dan heb je daar gelijk in. En wat ik nu graag wil doen, is een van de dingen waar ik de laatste tijd heel veel van geleerd heb. Ik was een paar jaar geleden toen was de gemeenteraadsverkiezingen voor Amsterdam en ik was uitgenodigd voor bijeen, heette toen nog artikel 1, bij Single Supermoms om daar te komen praten. En ik dacht, nou, dat wil ik wel graag doen, want ik ben eens ook een alleenstaande moeder geweest. En eerlijk gezegd ben ik me toen kapot geschrokken. Er zat een zaal vol met alleenstaande moeders, hun kinderen waren er ook en het was ontzettend gezellig. Maar toen ik alle verhalen hoorde, dacht ik, hoe bestaat het dat 50 jaar nadat we begonnen zijn met feminisme, en ook feminisme dat ook socialistisch was, hoe bestaat het dat het voor alleenstaande moeders zo in de steek gelaten worden? Door links in de steek gelaten worden, die zich er niet voor interesseert. Ook door feminisme niet in de steek worden gelaten, die het niet interesseert, want dit zijn geen vrouwen die hoger opkomen en bij de 100 invloedrijke vrouwen van opzij terechtkomen. Nou, dus dit was even een inleiding om onze gast, die ik graag voorstel, dat is Eva Jury. Ik ben bij Eva Jury, is mijn baas in zoverre dat ik bij haar club nu vrijwilligerswerk doe. En daar ontzettend veel van leer en dat met heel veel plezier doe. Ik geef graag het woord aan jou, Eva. Dankjewel, Anja. Ja, mijn naam is Eva Jury Brussaert. Ik heb Single Supermom meer dan 12 jaar geleden opgericht. En inmiddels zijn we uitgegroeid tot het grootste landelijk netwerk voor alleenstaande ouders. Ik heb jou inderdaad ontmoet bij een bijeenkomst die we hadden georganiseerd voor politieke programma's. Wij wilden een debat organiseren rondom alleenstaande ouders. Het eerste debat, ook het eerste debat landelijk voor alleenstaande ouders. En toen kwam ik in contact met jou en toen zeiden mensen inderdaad tegen mij, Anja is een feminist. En wat je zei ook inderdaad, en wat je nu net allemaal hebt verteld, dat vond ik ontzettend interessant, want ik heb het wel vaker aan je gevraagd, wat is dat nou eigenlijk een feminist? En dat klinkt misschien raar voor de mensen die heel veel lezen over feminisme en zo. Maar voor mij, ik kende eigenlijk geen feministen en ik dacht ook van ja, dat feministen, ja, ik had er wel van gehoord, dat zijn inderdaad de mensen van de opzij. En ik kende eigenlijk ook niemand die lid was van de opzij. Ik had er niet zo heel veel mee. En ik voelde daar ook niet echt een connectie mee. Het gekke is, toen ik op een gegeven moment met Anja ging praten, heel veel over feminisme ook, en over wat het nou eigenlijk inhield, maar ook over wat ik deed met mijn werk. Toen zei ze ook van, ja, jij bent ook een feminist. Want jij zet je ook in voor rechtvaardigheid en voor de betere positie van vrouwen. Toen dacht ik, ja, dat klopt. Ik ben ook een feminist. Maar niet alleen ik, maar eigenlijk alle moeders die op het moment dat ze er bijvoorbeeld alleen voor komen te staan, geen alimentatie krijgen, geen eerlijke regeling krijgen, ontslagen worden en strijden voor een beter leven voor zichzelf en hun kinderen, zijn eigenlijk ook feministen. Maar soms, ja, als je dat niet zoveel over hoort of leest, dan realiseer je dat niet. En eigenlijk pas toen ben ik me gaan verdiepen inderdaad. En ik ben heel blij, Anja, maar ook dat bijeen op mijn pad is gekomen. Want ik heb nu wel kunnen ervaren wat zo'n positief feminisme, positieve support van een vrouwen, mensen, netwerk, want bijeen is natuurlijk meer dan alleen vrouwen, een netwerk van mensen die strijden voor rechtvaardigheid, die strijden voor, die op willen komen voor een rechtvaardige Nederland, wat de opbrengst daarvan is. En hoe mooi het is dat je dan bruggen kunt slaan naar een beter leven, voor niet alleen voor de vrouw in mijn geval, van Single Supermom, maar ook voor hun kinderen.
Ik heb heel veel hoop, heel veel support, heel veel wijsheid, heel veel samenwerking, heel veel liefde en vooral heel veel geleerd ook. Echt heel veel geleerd. En doordat ik zoveel heb geleerd van al onze gesprekken, ontmoetingen, de support ook vanuit B1, heb ik dat ook door kunnen vertalen en delen met de andere moeders, met de achterban. Want single supermom zijn meer dan 500.000 alleenstaande ouders in Nederland. En inderdaad, een heel groot gedeelte is vertegenwoordigd op het gebied van bijstand, armoede. Heeft baat bij juist om een rechtvaardige Nederland te krijgen. Heeft er baat bij om zich bewust van te zijn van, hey, ondanks dat de situatie misschien niet goed is, ik doe het wel heel veel helemaal alleen. Dus ik ben ook een feminist. En want ik strijd voor elke dag weer voor een beter leven. Ik ben ook een single supermom. Dat zijn allemaal best wel positieve benamingen die ze zichzelf mogen geven. En vanuit dat wat het bij mij bracht, zelfvertrouwen, support, ook zich meer gaan verenigen. En inderdaad ook opkomen voor waar ze recht op hebben en wat ze verdienen. En niet alleen voor hun, maar ook voor hun kinderen. Het mooie vind ik dat als je ziet als mensen, zoals feministen, als Anja, zoals jij, gaat verbinden met andere moeders. Dus niet alleen de moeders, ik weet dat jullie hier voor heel veel thema's inzetten, maar ook in mijn geval dan voor de alleenstaande ouders, voor de armste en de eenzaamste doelgroep in Nederland momenteel, dan gebeurt er ook iets. Want als ik dan naar mezelf kijk, een vrouw van kleur, een vrouw, een alleenstaande moeder. Ik heb 7 jaar lang rondom de armoedegrens geleefd. En dan opeens deel ik mijn ervaringen, mijn verhalen. Ik zie veel, ik hoor veel met jou. En dan komen we samen tot hele mooie oplossingen. En dan komt er opeens een petitie. En die petitie stimuleert andere moeders om ook te zeggen van, ja, wacht eventjes. Ik krijg ook geen alimentatie. Ik doe ook alles alleen. Het is allemaal niet goed geregeld. Ik wil graag uit de bijstand. Ik wil stappen maken. Ik wil mijn stem laten horen. Wat gebeurt er dan? Is dan opeens staan er, zoals op 5 maart, staan er honderden moeders met kinderen bij in Den Haag. Van, het moet anders, het moet beter. En uiteindelijk deel ik de mening inderdaad dat zowel links, rechts, iedereen is erbij gebaat. En voornamelijk de gezinnen, de moeders, de kinderen, maar ook de vaders. Als het goed gaat met de vrouwen, met de kinderen, met de gezinnen in Nederland, dat er minder armoede is, moeders zichzelf ontwikkelen, gelukkiger worden, gezonder worden en daardoor ook naast vrouwen ook een beter rolmodel voor hun kinderen kunnen zijn. En daarom vind ik het zo mooi dat als we het over feminisme hebben en als we het ook hebben over als vrouwen bijvoorbeeld al in een bepaalde goede positie zitten, dat ze ook kijken hoe kan ik een andere vrouw helpen om ook, zeg maar, een gewoon menselijk bestaan te hebben. Dus uit die armoede komen, kansen zien, kansen grijpen en elkaar steunen. En dat vind ik heel erg mooi. En dat heb ik echt ervaren met de samenwerking met Bijeen. Ik wil ook een heel groot compliment dan ook aan Marieke en aan Sylvana hierbij doen. Ik ben al 12 jaar aan het lobbyen met alleenstaande ouders. En dat is moeilijk. En ik zal je zeggen waarom. Dat heeft te maken namelijk met alleenstaande ouders ontzettend aan het overleven zijn. Hè? Ze moeten thuis en de kinderen doen. Ze maken zich misschien zorgen hoe ze financieel rond kunnen komen, de huur kunnen betalen. Misschien hebben ze een gewelddadige ex-partner, of hebben ze rouwens om een ex-partner, of hebben ze een ex-partner die niets te maken wil hebben met hun en kinderen, hebben ze nog verdriet. En daarnaast moeten ze ook, hebben ze zoveel dingen waar ze aan moeten denken en moeten ze economisch zelfstandig zijn. En hebben ze gewoon geen tijd om te denken van, nou, nu ga ik ook nog vrijwilligerswerk doen. Of op de barricades, op de zeepkist staan. Om te gaan zeggen dat mijn situatie onder de aandacht moet komen. En het mooie van Bijeen is dat wij natuurlijk, wij hebben best wel lang gelobbyd. Bij heel veel partijen aangegeven. Want dat gebeurt vaak. Ik ben 12 jaar werk ik nu op het thema alleenstaande ouders. En heel vaak komen wethouders langs of gemeenteraadsleden. Vinden het leuk om te horen. Maar bij jullie was er wel echt een klik dat ze zeiden van, ja, weet je, wij horen jullie niet alleen. We zien het, we horen het, we begrijpen het. En we gaan kijken met ons team, hoe kunnen we dan kijken hoe het beter kan gaan. En niet alleen voor die moeders die we spreken, maar eigenlijk voor al die bijvoorbeeld 40.000 alleenstaande ouders in Amsterdam. En wat er toen gebeurde was echt heel mooi. Er kwam er opeens een manifest en we mochten inspreken en... En nu eigenlijk heb ik een landelijk manifest, zeg maar, om ook landelijk aandacht te vragen. En ja, ik denk dat dat geschiedenis schrijven is. Dat is dat je echt een partij hebt die samen met andere partijen, GroenLinks, SP, de Partij van de Dieren steunen jullie ook, hè, dat jullie hebben samengewerkt.
dat opeens dan andere partijen ook denken van ja, dit ondersteunen we, dit vinden we ook belangrijk. En daar ben ik echt super, super blij om. Ik denk Mag ik daar heel even op inhaken even? Ja. Ja, ik heb er namelijk ook nog wel een vraag over. We hebben inderdaad vorig jaar hebben we elkaar voor het eerst ontmoet. En toen hebben we ook samen gesproken over alle problematiek waar alleenstaande moeders mee te maken krijgen. En toen hebben we als gevolg daaraan gegeven dat we een motie hebben ingediend met succes vorig jaar maart. Die uiteindelijk bijna met algemene stem, volgens mij bij alleen VVD en Forum, uiteraard tegengestemd. Maar dat ging heel goed. Uiteindelijk is er ook gevolg aan gegeven door de gemeente. En hebben zij ook besloten om een stadsbreed eenouderpunt in te voeren. Dat gaat in dit geval dan online plaatsvinden. Waarbij alleenstaande ouders ook terecht kunnen bij experts op allerlei gebieden. Ja. En wij hebben ook heel bewust toe gekozen voor een heel intersectionele aanpak daarin. Die verschillende vormen van ondersteuning biedt. En ik denk dat dat ook heel erg overlapt met hoe wij feminisme zien. Dat er allerlei vormen van onderdrukking tegelijkertijd plaatsvinden. En ik vroeg me af of je misschien iets meer kunt uitweiden over de vormen van onderdrukking of achterstelling die alleenstaande moeders tegenkomen, waar jij zo al mee praat en hoe je dat ziet in relatie tot feminisme. Nou, de problemen die ik zie is, kijk, waardoor het moeilijk voor hen is om hun positie te versterken, is bijvoorbeeld in Amsterdam huisvesting. Als je geen huis hebt en je hebt maar de mooiste dromen, opleiding of je wilt gaan werken als je dakloos bent. Alleen in Amsterdam wonen al 730 kinderen met hun moeder in een daklozenopvang. Dan is dat best wel lastig om dan vanuit een positie van onzekerheid, geen dak boven je hoofd, bezig te gaan houden met opleiding en noem maar op. Wat we ook zien is dat er gewoon landelijk volgens mij bijna 98% van de vrouwen voor de opvoeding van de kinderen staat. Daar is geen eerlijke taakverdeling. Daar is niet sprake van man en vrouw doen beide evenveel. En op het moment dat je 98% alleen voor de opvoeding van je kinderen staat, als ik kijk naar mijn eigen opvoeding, met mijn kind, hij heeft nog nooit zijn vader ontmoet. Ik moet het allemaal alleen doen. Financieel, emotioneel, organisatorisch. Ja, daar komt heel veel bij kijken. Terwijl als je bijvoorbeeld zou zeggen van er is een eerlijke verdeling of er gaat een dialoog komen. En dat is dan het mooie van het eenouderpunt. Dat is ook voor vaders. Dat wanneer je meer met elkaar in gesprek gaat en ook als samenleving zegt van taken moeten eerlijk verdeeld worden. Je moet samen zorgen voor de kinderen, want dat staat ook in de wet, maar toch heel vaak gebeurt dat niet. En wij vrouwen ook opkomen voor dat feit van luister eens, we moeten eerlijker de taken verdelen, ook salarissen moeten eerlijker worden. Dan maakt het ook niet uit, hè, links of rechts, voor iedereen wordt het dan beter. Want dan zul je zien dat veel vrouwen kansen kunnen krijgen om zich te ontwikkelen en ook een beter rolmodel voor hun kinderen kunnen zijn. Ja, dat is een hele goeie. Ik vraag me ook af, je hebt het natuurlijk ook al kort genoemd en Anja ook, maar de rol van mannen speelt hier natuurlijk ook een gigantische rol in. Heel veel alleenstaande moeders krijgen natuurlijk te maken met het feit dat hun man bij hun is weggegaan, hun partner of de vader van hun kinderen, of de alimentatie bijvoorbeeld niet betaald. Ja, klopt. En ook in het manifest hebben we Anja en ik toen ook, daar hebben we onderzoek voor gedaan, toen bleek ook dat mannen maar 2% meer zorgtaken zijn gaan vervullen sinds in het afgelopen halve eeuw. Dus in 50 jaar tijd zijn ze heel weinig vooruit gegaan op dat emancipatie, in die vorm van emancipatie. Maar hoe zie jij daar zelf een rol voor de overheid of voor de politiek, of ook voor jouw organisatie, om mannen meer betrokken te krijgen? Want daar zit natuurlijk ook wel een grote kern van het probleem, dat betrokken vaderschap eigenlijk bijvoorbeeld niet wordt gestimuleerd. Het lastige is, 9%, het is absoluut belangrijk dat daar meer de stimulans komt. 9% van alle kinderen wordt geboren bij een alleenstaande moeder tegenwoordig. Je kunt aan de ene kant zeggen, het is een vorm van emancipatie, dat er zoveel vrouwen alleen voor de kinderen kunnen zorgen, of dat zorgen, maar het is vaak gewoon dat ze ook genoodzaakt zijn. Want ja, als die vrouwen niet doen, wie doen dit dan anders? Want als een man wegloopt, zoals in mijn geval, ja, het enige optie die ik had was bij wijze van spreken nog mijn kind laten adopteren, wat ik natuurlijk nooit zou doen. Het lastige is gewoon dat ik daarom ben ik heel blij met het eenouderpunt, ook al is dat alleen in Amsterdam. Ik vind dat het niet normaal moet zijn dat mannen niet voor hun kinderen zorgen. Ik vind dat je samen verantwoordelijkheid hoort te dragen, ook financieel. Dus dat betekent ook gewoon geld betalen voor de kinderen, want kinderen moeten eten, drinken, ze moeten zich kunnen ontwikkelen, dus ze moeten misschien op sportlessen gaan of zo. Ja, en dan vind ik het bijvoorbeeld best wel teleurstellend dat bijvoorbeeld de overheid nu al, Sander Dekker is nu al meer dan 11 jaar bezig met moet kinderalimentatie wel of niet betaald worden, belangrijke voorrang krijgen op bijvoorbeeld schulden als de Weekamp en zo.
ja, dat te veel vrouwen krijgen gewoon helemaal niets. Een heel groot gedeelte van mijn achterban krijgt niets, omdat ze al zeggen, ik begin er niet aan, want hij heeft schulden en wordt toch op nul gezet. En dan moet ik een hele rechtszaak voeren, heel veel strijd voeren. En uiteindelijk krijg ik niets. Sommige vrouwen zeggen van ja, als ik het begin, dan eindigt het waarschijnlijk met 15 euro die ik dan weer moet gaan incasseren elke maand. En dat wordt heel lastig, want dan gaat hij zeggen dat hij geen vermogen heeft. Ik heb zelf die strijd ook ervaren. Ik heb de afgelopen jaren eigenlijk ook alles bijna alleen moeten doen. Alles alleen moeten doen. Vader is volledig uit beeld. Ik betrek de vader, probeer ik altijd te betrekken. Elk jaar stuur ik hem een vriendelijke kaart. Ik had tot vorig jaar geen slecht woord over hem. Gerept tegen mijn kind. Nu is mijn zoon 16. En noem ik gewoon precies hoe het is. Als vader gewoon niet betaalt, dan betaalt hij niet. Ja, daar kan ik niks aan veranderen. Ik ga die strijd aan rondom kinderalimentatie. Ik protesteer daartegen. Ik ben ook in gesprek met Rijksuniversiteit Groningen. Omdat ik vind dat mannen echt hun verantwoordelijkheid horen te dragen. En dat we dat als Nederlanders ook niet normaal moeten vinden. Dat mannen maar gewoon weg kunnen lopen en moeders met kinderen achter kunnen laten zonder daar iets voor te zorgen. Natuurlijk is het meest ideale gewoon dat vader en kinderen een mooie band hebben. En ook als de vader geen geld hebben, dan kunnen ze ook misschien gewoon helpen met de zorgtaken. Dan nemen ze het kind wat vaker mee naar de speeltuin. Of zorgen ze voor een leuke verjaardag. Of passen ze op als de moeders werken. Maar dat gebeurt gewoon veel te weinig. Het gebeurt gewoon, zeker bij single supermom de moeders, is het gewoon echt, het merendeel van de moeders staat er gewoon echt helemaal alleen voor. En dan ook nog naast alle uitdagingen die ze moeten doen om het hoofd boven water te krijgen. En dat vind ik gewoon niet rechtvaardig en eerlijk. Ja, helemaal met je eens natuurlijk. Ik sta voor dat we ook even het podium openen, of hoe je dat ook zegt, de chat openen in dit geval, voor vragen van het publiek. Dus als jullie vragen hebben aan Anja of aan Eva, dan hoor ik het heel graag. In de tussentijd, dan zal ik ze doorgeven via de chat. Ja. Dat kan ook op YouTube overigens. In de tussentijd vroeg ik me af, of ik weet niet wie die het liefst wil beantwoorden, maar we hebben het eerder gehad over de herwaardering van zorgwerk en hoe onze overheid eigenlijk de afgelopen decennia, maar dat zie je natuurlijk ook wereldwijd, op allerlei manieren is geneoliberaliseerd, al die moeilijke woorden. En ook ervoor heeft gezorgd dat heel veel werk dat hiervoor betaald werd, opeens wordt geacht door burgers zelf te doen. Dus mantelzorg is daar bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld van. De overheid is daar deels verantwoordelijk voor. Dat heeft ook heel erg met cultuur natuurlijk op allerlei andere manieren te maken. Maar zien jullie daarin ook een soort uitweg? Zien jullie daarin een uitweg? Want op dit moment is het natuurlijk zo dat steeds meer gebeurt. Ja, het gebeurt veel. En het gekke is dat veel moeders zich ook nog voor schamen. Dat vind ik al helemaal bijzonder. Bijvoorbeeld schamen om te zeggen dat ze voor hun kinderen zorgen en dan ook nog voor hun moeder zorgen. Terwijl ze dan eigenlijk nog allemaal onbetaald doen. Dus van weinig geld moeten rondkomen. Ik denk inderdaad dat zeker als het komt over moederschap, dat daar wel veel meer waardering voor mag zijn. En eer je moeders hier in Nederland. Ik bedoel, wij zijn verantwoordelijk voor de volgende generatie. Als het met de moeders goed gaat, gaat het met de kinderen ook goed. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik ben nu een werkende moeder. Maar ik vond de tijd dat ik met mijn zoon alleen thuis zat toch wel echt de zwaarste periode van mijn leven. Het was never a dull moment. Dan zat hij weer achter de bank. Dan moest ik hem weer opletten dat zijn handen niet tussen de deuren zaten. Ja, ik vond dat een enorm zware taak. Het alles doen, het schoonmaken, de voedingen. Ik vond dat een hele zware taak. Dus ik heb heel veel respect voor moeders die er dan en alleen voor staan en met weinig geld en dan nog ook die zorg van de kinderen fulltime hebben. Ik ben het er natuurlijk mee eens, hè, met wat je zegt. Er is iets raars gebeurd. Als je gaat kijken naar traditionele samenlevingen, dan is het moederschap wordt nog steeds geëerd. Dan weet je, een vrouw die kinderen krijgt, weet ik ben wat waard. Nou, dat wij als feministen hebben juist gezegd, ja, we willen niet meer als vrouwen vastgeprikt worden op het moederschap. Maar van de weer omstuit hebben we het helemaal niet meer over moederschap gehad. En nou krijg je iets dat hoort typisch bij een neoliberale samenleving.
dat er over gepraat wordt dat of alsof een kind hebben een soort luxe hobby is. En dat krijg je ook vaak te horen. Dan had je maar niet een kind moeten krijgen. Als je het niet betalen kan, dan moet je dat niet doen. Alsof een kind hebben een soort privilege zou moeten zijn van mensen met dikke salarissen. Ik had pas kreeg ruzie met een mevrouw. Toen ik dit soort verhalen vertelde, die zei, luister, ik heb er principieel voor gekozen om geen kinderen te krijgen. En dan moet ik wel belasting betalen voor de kinderen van anderen. Daar was ze heel boos over. En toen zei ik, wat is dat nou voor een raar idee? Want ik betaal belasting voor het onderwijs, terwijl ik geen kind meer heb. Ik betaal belasting voor de ouderenzorg, terwijl ik het nog niet nodig heb. Ik betaal belasting voor de wegen, terwijl ik geen auto heb. En dat vinden we allemaal heel gewoon. Maar kinderen, dat is een soort, ja, dat is jouw persoonlijke verantwoordelijkheid. Je ziet maar dat je het redt. Terwijl ik denk, moet je eens eventjes nu kijken. Als je in het ziekenhuis terechtkomt, wie gaat jou dan verzorgen? Dat zijn de kinderen van anderen. Dus of je nou zelf al of niet kinderen krijgt en wil hebben. Wij hebben als samenleving de kinderen van anderen nodig. We kunnen gewoon als samenleving niet door. Nou, dat besef. Dat het zorgwerk, dat een maatschappelijke bijdrage is, dat zou ik heel erg graag als mentaliteitsverandering willen hebben. Want ik zie dus dat heel veel vrouwen bij single supermoms zich schamen dat ze in de bijstand moeten zitten. Terwijl ik denk, het komt je toe. Dan zeggen ze nog, ja, dan moeten dan wel een tegenprestatie leveren. Een kind krijgen is al een tegenprestatie. Als je gewoon hoe zouden we het anders moeten doen? Maar daarop inhakend komt er ook een interessante vraag binnen van Simone. Die vraagt, vaak hoor je dat in bijvoorbeeld Zweden veel dingen rondom eerlijk ouderschap beter geregeld zijn. Zoals het vaderschapsverlof. En of er nog andere dingen zijn die we op dit gebied kunnen leren. Of misschien ook kunnen overnemen van andere landen. En Eva heeft hier natuurlijk veel over nagedacht. Wat voor concrete politieke punten wij ook als Bijeen natuurlijk voor willen strijden. Die ervoor kunnen zorgen dat deze herwaardering ook buiten de mentaliteitsverandering ook concrete handvaten krijgt. Dus misschien wil Eva er iets over zeggen waar zij met Single Supermom en ook samen met Bijeen voor strijdt in dat, op dat vlak. Hallo, sorry. Ging even wat fout. Waar ik nog even op wilde reageren was inderdaad over wat je zei over dat moederschap. Hè. Wat ik gewoon ook merk is dat ook vrouwen die in een relatie zitten met een man, als we het hebben over kinderen, dat het ook bijna gewoon, het is nu tegenwoordig, het is naast dat je van iemand houdt, verliefd bent en het leuk hebt, ook echt een soort van economische overweging, checklist, hoe je het eerlijk doet. En wat ik gewoon merk is dat heel veel vrouwen dan kiezen van, nou dan ga ik wel thuis zitten met de kinderen, want hij verdient bijvoorbeeld meer dan de vrouw. Of hij heeft gewoon minder behoefte om thuis te zitten met de kinderen. Dus heel veel vrouwen gaan dan ook binnen een huwelijk voor de kinderen zitten thuis. Of als ze daarvoor kiezen. Maar de wet is nu bijvoorbeeld ook dit jaar ook weer zo veranderd dat het wordt altijd maar gedacht dat als je thuis zit met de kinderen, of je krijgt een partneralimentatie, of je krijgt een bijstand. Op een of andere manier is er altijd een gevoel bij van dat die vrouwen dan een soort van profiteurs zijn. Of dat ze het heel goed voor elkaar hebben. En terwijl ik denk, ja, bijstand is gewoon armoede. Dat is helemaal niet veel om goed voor rond te komen. En als je dan tegenwoordig gaat scheiden, stel dat je 20 jaar moeder bent geweest van de kinderen tot ze het huis uit zijn, dan heb je geen recht meer op alimentatie. Dus ik denk dat we als vrouwen nu wel heel erg moeten gaan nadenken van, hey, ook wat als je een relatie aangaat, je hebt dat prins op het witte paard gevonden, van oké, we willen kinderen, maar hoe gaan we dat doen? En is dit eerlijk? Is dit rechtvaardig? Hoe gaan we het samen doen? Want het wordt, ja, vanuit juridisch gezien, zeg maar, als je als vrouw ervoor kiest om thuis te zitten met de kinderen, en je maakt afspraken om bijvoorbeeld alles te doen en een carrière op te bouwen, waardoor je ook bijvoorbeeld geen huis kan kopen en je partner misschien wel. Als dan de relatie voorbij is, ja, dan kan het wel. Dan is er een grote kans. En die grote kans, de veel alleenstaande moeders die ik tegenkom, hebben dat.
dan moeten ze het huis uit. Ze hebben geen duur woonduur. Ze hebben niet ingeschreven gestaan. Het huis staat niet op hun naam. Ze hebben een gat in hun cv. Dus het is wel allemaal gecompliceerd dan. Ja, er komt ontzettend veel bij kijken. Er zijn natuurlijk ook heel veel verschillende problemen die elkaar ook overlappen en versterken. En in het manifest dat wij hebben geschreven met Bijeen hebben we heel concrete punten ook naar boven gehaald die wel zouden kunnen helpen. Bijvoorbeeld kinderopvang in Nederland zou volledig gratis moeten zijn. Dit zijn natuurlijk allemaal korte termijn oplossingen die heel erg functioneren binnen het systeem waar we nu in zitten. Maar het zijn wel oplossingen waar we aan moeten werken. Dat het ouderschapsverlof inderdaad verleend zou moeten worden aan mensen die niet alleen maar de directe partner zijn. Stel dat je geen partner hebt, zou het ook bijvoorbeeld aan een vriendin of je buurvrouw overgedragen moeten kunnen worden. Mannenemancipatie moet bevorderd worden, maar ook het hele toeslagenstelsel. En bijstand moet gewoon omhoog. Die is gewoon niet genoeg om van te leven, voor al helemaal niet voor mensen in grote steden. Dus dat zijn denk ik allemaal dingen die we... Ja, er zijn heel veel problemen. Heel veel dingen waar we rekening aan moeten. Huisvesting is heel belangrijk. Als er geen huisvesting is, ja, dan heb je sowieso al een probleem. Die toeslagen, ja, zelf heb ik er alleen maar gedoe mee gehad. Ook ik. Bijvoorbeeld in Amsterdam. Ik sta nu al meer dan 12 jaar op de lijst. Ik sta nog steeds op de 300ste plek. Mijn zoon gaat straks het huis uit. Dus een woning heb ik straks ook niet meer nodig. Maar in de tussentijd heb ik altijd in de vrije sector moeten huren. Want een andere optie is de opvang. Of iets kunnen kopen in Amsterdam voor 500.000. Nou, dat is gewoon bijna niet te doen. Maar dan krijg ik bijvoorbeeld niet in de periode dat ik er recht op had huursubsidie. Want dan zeggen ze nee, huursubsidie is gekoppeld aan een gesubsidieerde woning. Aan een woning met een waar je dan een huursubsidie voor kan krijgen. Maar die zijn er helemaal niet in Amsterdam. Dus dat scheelt ook alweer honderden euro's. Dus als ik dat allemaal uitreken, wat ik aan toeslagen bijvoorbeeld niet krijg, terwijl ik er misschien toen die tijd wel recht op had, puur omdat de omstandigheden niet matchen. En dat ben ik trouwens zo vaker, ook met het corona, dat dingen gewoon niet matchen met alleenstaande ouders. Bijvoorbeeld als er een wetgeving wordt gedaan, wordt er gewoon niet gedacht aan van hoe pakt het uit voor de alleenstaande ouders. Daar wordt gewoon niet over nagedacht. En daar is ook een heel belangrijk punt waar we als Bijeen natuurlijk sowieso voor staan, ervaringsdeskundigheid. En dat iedereen over wie het gaat ook onmiddellijk betrokken wordt in het beleid dat er wordt gevormd over die mensen. Ik wil nog even terugkomen op een algemeen punt. Een vraag die eerder is gesteld, die is voor Anja, door Anna. Anna. Namelijk kan het, dit gaat over feminisme in het algemeen, dus weer wat breder getrokken, of het directeurenfeminisme ook naast het klassefeminisme kan bestaan. Het bestaat, maar het interesseert me niet. Want als je alleen maar bezig bent om binnen het bestaande systeem... Kijk, als Shell of evenveel vrouwen in de bedrijfsleiding heeft als mannen... schieten die meiden bij de Jumbo daar wat mee op? Nee. Dus het feit alleen... ik vind wel, het staat leuker, hoor. En je kan er ook niet tegen zijn, maar dit kan nooit het belangrijkste doel zijn van feminisme. Omdat je daar altijd alleen maar blijft hangen in zeg maar de 20% van de mensen die bovenaan de samenleving zitten. Ja. Nou, dat is op zichzelf al onrechtvaardig als je bedenkt dat je al je best gaat doen om de vrouwen die al bovenin zitten nog verder naar boven te schuiven. Het mag, maar het is... En het bestaat, maar ik vind gewoon niet dat wij ons daar erg druk over hoeven te maken. En het verbaast mij trouwens tegelijkertijd ook, zijn er... Ja? Het verbaast mij ook, Anja, dat het is inderdaad, het gaat heel vaak over vrouwen aan de top, vrouwen aan de top. De laatste bijeenkomsten waar ik kwam ook... dan gaat het altijd over vrouwen aan de top inderdaad. Want er zoveel vrouwen zijn die gewoon... proberen om gewoon een normaal inkomen te creëren voor zichzelf en de kinderen. Of voor weet je, mensen die gewoon proberen om gewoon een normaal leven te kunnen leiden. Dat zijn er zoveel meer. Dan denk ik van, inderdaad, dat deel ik inderdaad, dat als het met die mensen beter gaat, dan is de impact ook voor de samenleving veel groter. Ja, en wat je natuurlijk ook vaak ziet is als je kijkt naar mensen die het meest gemarginaliseerd worden in onze samenleving, dus die allerlei vormen van onderdrukking ervaren, dat als het met die mensen goed gaat, dat het dan vaak met de hele samenleving goed gaat. Dus dat je eigenlijk moet focussen op de mensen die echt in armoede leven, die met racisme te maken krijgen. Bijvoorbeeld ongedocumenteerde mensen, hoe die in Nederland worden behandeld, hoe weinig rechten zij krijgen, laat natuurlijk ergens ook zien hoe het met ons als samenleving gaat. Ja.
Ja, en bijvoorbeeld een bijna vergeten groep. Er worden veel vrouwen uit andere landen naar Nederland gehaald om hier huishoudelijk werk te doen of in hotels te werken. Vaak illegaal. En die zitten dus nu ook met die coronacrisis, heel veel daarvan zijn dus nu ook hun werk kwijt en kunnen dus niet bij de bijstand terecht. Dus ook als je het internationaal bekijkt, zijn er grote groepen die totaal buiten de boot vallen. Ja, en waarom ik denk dat het belangrijk is om inderdaad niet alleen over directeursfeminisme te hebben, maar ook over die andere feminisme. Bijvoorbeeld als ik dan kijk naar wat wij doen voor Single Supermom. Ik vind dat wij allemaal, alle vrijwilligers van Single Supermom echt gewoon helder zijn. Is dat wij kunnen praten, wij kunnen delen over wat er belangrijk is. Als ik kijk bijvoorbeeld op thema's als kinderarmoede, als ik kijk op thema's als bijvoorbeeld over armoede, laat ik het zeggen, armoede. Hoeveel miljoenen er gaat naar armoede? Hoeveel miljoenen er gaat naar, laten we, de armoede mag niet, armoede moet, de kinderarmoede moet naar nul. Miljoenen, 80 miljoen minimaal per jaar naar allemaal cadeautjes. Er worden niet alleen maar cadeautjes weggegeven, maar het gaat ook naar allerlei bijeenkomsten, groepsbijeenkomsten, seminars. En ik ben naar 4 van die bijeenkomsten gegaan. Er zitten bijna allemaal mensen in de zaal. Geen van allen weet eigenlijk wat armoede, die weet wat armoede is vanuit, daar hebben ze over gelezen of daar willen ze dan wel wat aan doen. Maar ze praten dan heel veel over armoede. En het zijn eigenlijk, uiteindelijk komen er dan heel veel onderwerpen uit. En het gaat eigenlijk allemaal over cadeautjes, natura geven, zielig, de kinderen helpen. Terwijl als er veel meer verbinding was met de doelgroep zelf, als ze veel minder praten over ons, maar ook met ons, een veel inclusievere talkshow was bijvoorbeeld over armoede, dat wij ook werden uitgenodigd en veel meer onze stem konden laten horen en een seat on the table kregen, dan zou denk ik ook de uitkomst veel beter worden. Want ik merk gewoon ook op armoede zeker dat daar gewoon een bepaalde kijk van is van we moeten zoveel mogelijk cadeautjes gaan geven, terug naar het Dickens-tijdperk, want dan lossen we de armoede naar nul op. Maar dat kan natuurlijk niet, want die kinderen blijven gewoon, dan krijg je generatiearmoede, ouders, ik bedoel, de kinderarmoede bestaat niet, het bestaat alleen omdat die ouders arm zijn. Dus als je wil dat het met die ouders, met die kinderen beter gaat, zul je zorgen dat het met die ouders beter gaat. En dat is ook heel belangrijk. Absoluut. En dat leidt ook weer heel erg goed aan bij het idee van symptoombestrijding versus het wegnemen van de oorzaken. En dat is ook bij racisme relevant. Dat is ook relevant bij mensen die in armoede leven. Daar moeten we op allerlei manieren moeten we gaan kijken hoe die systemen eronder liggen, hoe die zijn ingericht en hoe die anders ingericht moeten worden om ja, misschien wil jij daar nog iets over zeggen, Anja, want dat kwam natuurlijk in jouw stuk ook terug. Ja, nou dat is precies wat Eva zegt, de idiotie dat iedereen zich druk maakt over kinderarmoede en niemand zich afvraagt hoe komt het dat die kinderen arm zijn. Hebben die rijke ouders? Nee, die hebben geen rijke ouders. Dus als je nou begint bij waar de armoede begint, hoe produceren wij armoede? En dan zegt die mensen moet je, waar het over gaat, die moet je serieus nemen. Die willen geen kledingpakketten krijgen met kleren die hun kind niet zelf heeft uitgekozen, die ze zelf niet hebben uitgekozen, die willen gewoon genoeg geld in handen hebben om zelf met hun kind te beslissen wat die nodig heeft. Dus bij alles wat er moet gebeuren is, ja, het minimumloon moet omhoog, de bijstand moet omhoog, er moeten heel veel dingen als vervoer en opvang voor kinderen moet gratis zijn. Ook voor vrouwen die geen werk hebben, juist om ervoor te zorgen dat iemand genoeg rust heeft om te proberen een opleiding te volgen of wel aan werk te komen. En uiteindelijk vind ik dat wij als gemeenschap gezamenlijk verantwoordelijk voor zijn dat er geen armoede meer bestaat en dat het met de kinderen goed gaat. En dat het verzorgen van kinderen gewoon, of het betaald wordt of niet, wel erkend wordt als dit is een grote bijdrage. Dat is toch uiteindelijk wel. En uiteindelijk, kijk, dan kom ik op een lastig onderwerp, omdat je dat niet zo makkelijk kan doen. Zomaar uiteindelijk willen we toe naar een economische samenleving waarin het niet gaat om de winst, maar gaat om het leven, om het welzijn.
Dat we zeggen van we moeten niet over ouderen praten alsof die profiteurs zijn omdat ze verzorging nodig hebben. Het is normaal dat we voor ouderen zorgen. Het is normaal dat we voor kinderen zorgen. Het is normaal dat iedereen een deel van haar of zijn leven werk, betaald werk doet, maar ook zorg kan verlenen. Dus we zullen op een gegeven ogenblik echt het hele economische systeem anders moeten inrichten. Dus moeten we het ook hebben, een onpopulair thema over belastingen. Al die multinationals die geld toegestopt krijgen omdat ze nu een beetje achteruit gaan. Terwijl hoeveel tonnen er weer werden uitgegeven aan de aandeelhouders. Dat is, weet je, het klinkt vreselijk als ik dat zo zeg, maar het is zo schandalig. Ja, het is ook schandalig dat bedrijven in Nederland nog altijd vrijwel geen winstbelasting betalen, terwijl ze zo ontzettend veel winst maken. En als we die, vaak vragen mensen ook aan ons van hoe zouden jullie dat allemaal willen betalen, wat alle dingen waar wij om vragen, bijvoorbeeld gratis onderwijs. Nou, een heel grote oplossing zou zijn, is gewoon winstbelasting invoeren. Ja. Gewoon, dat levert je miljarden op en daar kan je alle plannen die wij hebben makkelijk mee betalen. Maar goed, komt ook een vraag binnen over een ander soort economisch systeem. Bart vraagt, hoe kijken jullie naar het idee van een basisinkomen zonder tegenprestatie en zonder gedoe? Dat vinden we een interessant idee en het hangt er maar helemaal vanaf hoe dat wordt uitgevoerd. De devil is in the details. Als dat een soort bijstand wordt in plaats van bijstand, dus te laag om van te leven, dan schieten mensen er niet mee op. Als het bovendien aan iedereen wordt gegeven, betekent dat je ontzettend veel geld uitgeeft aan mensen die het helemaal niet nodig hebben, omdat die al zat geld hebben. We zijn er alleen maar voor wanneer dat ook werkelijk de positie van iedereen verbetert. En ja. Dat betekent dat het, hè, kijk, want anders kan je net zo goed zeggen van nou, hou de bijstand maar aan. Want dat is dan, gaat dan tenminste alleen naar mensen die het nodig hebben. En dan hoef je daar geen basisinkomen. Dus daar zijn we nog over in discussie. Het lastige bij al deze dingen is dat geen enkele maatregel in zijn eentje alles zal kunnen veranderen. Dat maakt het waarom we het ook in onze discussies in bijeen ook wel eens moeilijk hebben van hoe moeten we dat aanpakken. Moeten en de belastingen en de lonen moeten omhoog en de mensen die niet kunnen werken moeten voldoende hebben om van te leven. Maar het betekent ook dat wij uiteindelijk meer zeggenschap moeten hebben over het geld dat wij met elkaar gewoon samen hebben verdiend. En dat het, als je ziet hoeveel van het geld dat wij verdienen in de zakken verdwijnt van mensen die allemaal gekkigheid niet meer weten wat ze ermee doen moeten. Of dat wij onze t-shirts in andere landen, ja wij niet, ik niet, maar onze t-shirts worden voor hongerloontjes in andere landen gemaakt. En daar worden dan vette winsten op Dit is dus gewoon echt, ik bedoel echt gewoon recht door zee anticapitalistische praat die ik hier pleeg. Want uiteindelijk moet het echt gewoon over de hele linie eerlijker verdeeld worden. Nou, dat vind ik een heel goede samenvatting van alles wat we eigenlijk de afgelopen uur en een kwartier hebben besproken. Ja, en ik wil er nog heel even iets zeggen. Die toeslagen, ook over als aanvulling, die toeslagen werken voor heel veel mensen in armoede ook niet. Want je moet het maar snappen allemaal, weet hoe je het moet aanvragen, waar je moet zijn. En als je het verkeerde invult, dan moet je nog alles gaan terugbetalen. Ik snap dat eigenlijk ook niet. Want als jij weet, diegene heeft een uitkering, waarom moet diegene dan nog alles aanvragen? Want dan zou je in principe moeten weten dat diegene gewoon recht heeft op bepaalde toeslagen. En als we dan nu kijken naar wat voor een circus rondom de toeslagen er gebeurt en hoeveel gedupeerden, denk ik, nou nee, dat moet dan wel echt wel anders met die toeslagen. Ja, volgens mij zijn ze ook heel hard bezig om die toeslagen te versimpelen. Want zoals die nu is vormgegeven, is dat voor heel veel mensen bijna niet meer te doen. Voor de gemiddelde boekhouder schijnt het al onmogelijk te zijn om dat te begrijpen. Nee, niet boekhouder. Nou, je bent wel wat bij. Daar weet ik er ook niks van af. Mijn boekhouder zei, ik doe geen toeslagen. Ik doe alles behalve toeslagen. Ja. Duidelijk.
Ik stel voor dat we een klein beetje richting het eind gaan. We hebben nog 10 minuutjes ongeveer. Is er nog iets, voordat ik mijn afsluitpraatje doe, nog iets wat jullie willen zeggen? Anja of Eva, een soort... nog iets nou, wat ik wel zeggen. Ik denk, we hebben nu één invalshoek gebruikt om het over feminisme te hebben. Hè? Ik vind dat een hele erg belangrijke, die heel erg past bij wat wij verder ook met de partij doen. Het gaat ook om economie, het gaat ook om... het gaat niet alleen maar om vrouwen, dat, ik hoop dat dat nu duidelijk is. Maar er zijn nog heel veel andere onderwerpen ook. We hebben het niet gehad over geweld, wat ik ook een echte, nog steeds een gruwelijk... en nog steeds bestaand onderwerp vindt. Ik zou het ook nog een keer een leuke webinar willen met de mannen die ons kunnen vertellen wat zij gaan doen aan het organiseren van andere mannen, want daar heb ik toch wel een beetje mijn hoop op bevestigd. Er zijn allerlei categorieën, ook als je het hebt over gender, we moeten het ook nog eens een keertje hebben over die rare verdeling in mannelijkheid en vrouwelijkheid. Dus er zijn nog heel veel onderwerpen waar we het nu niet over hebben gehad. En waar ik wel hoop dat we daar nog een leuke, paar interessante webinars over kunnen organiseren. Ja, dat gaan we ook zeker doen. Eva, wil jij nog iets zeggen? Ja, ik vond het een hele mooie webinar. Ik denk dat het inderdaad belangrijk is voor iedereen die kijkt en denkt van... oh, dit wist ik bijvoorbeeld niet over dingen die ze gehoord hebben. Ik denk dat het belangrijk is om te weten dat zeker het belang van feminisme, van vrouwen, ook van alle vrouwen erbij te betrekken. Dus niet alleen te gaan nadenken, vrouwen aan de top is feminisme, dus alle vrouwen. Dat inderdaad een cadeau is voor Nederland, voor de vrouw zelf en voor het gezinsleven wat ze eventueel heeft. Dat het mooi is voor alle mensen als ze gewoon kunnen doen wat hun gelukkig maakt, werken, hun doelen kunnen waarmaken en daarbij gewoon gelukkiger zullen worden met leuk werk. En ik denk dat het mooi is als vrouwen die wat verder zijn, misschien op de top zitten, andere vrouwen ook willen helpen. En dat kan zijn bijvoorbeeld dat ze als bedrijf werkplekken aanbieden, stages, coaching... financieel misschien investeren in een werktraject voor vrouwen, dat daar veel meer geholpen mag worden. Sisterhood of hoe je het ook wilt noemen. Dat we dat dan met z'n allen kunnen doen, dat het voor veel meer vrouwen beter gaat. Want er inderdaad, nu leven veel te veel vrouwen gewoon in armoede met hun kinderen. Veel te veel. Ja, dankjewel Eva. Ik denk ook dat je dat punt van solidariteit heel terecht maakt. En dat... het ook echt belangrijk is dat er gewoon meer vrouwen, meer mensen van kleur, meer transpersonen op plekken terechtkomen waar ze iets te zeggen hebben. En dat een van de belangrijkste punten ook moet zijn van en ook is van bijeen natuurlijk. Ja, ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het meedoen aan deze webinar. In eerste plaats natuurlijk aan Eva en Anja voor jullie geweldige input. En ik hoop dat alle mensen die hebben meegekeken er net zoveel van hebben genoten als wij. Ik wil nog even een kleine noot maken over onze toekomstige webinars, want er komen er nog een hoop aan. En ik heb de eer om die aan te kondigen. De volgende webinar gaat over racisme. Met 3 gasten die elk een andere kant van racisme belichten. Namelijk, we gaan het hebben over anti-zwart racisme, anti-Aziatisch racisme en anti-moslim racisme. In de 4e webinar, dus die daarna volgt, zal er met Jesse Veldhuizen, die duurraad zit bij Amsterdam bijeen is, over armoede worden gesproken. En er komt ook nog een webinar aan over witte onschuld door Anja, die Gloria Wekker als gast zal hebben. En tijdens de Pride Week hebben we ook nog een special. Dus er komt een hoop aan. En ook in de zomer zijn we van plan om een reeks interviews met interessante gasten op de zondagmiddag te gaan doen. Dus een hoop om naar uit te kijken. Ja. Als jullie zelf nog ideeën hebben over onderwerpen die we kunnen behandelen, dan schroom niet. En stuur vooral een mail naar amsterdam@bijeen.org. En dan mijn allerlaatste verzoek aan jullie allemaal. Als jullie nog geen lid zijn, word het alsjeblieft. Ik denk dat deze webinar en al onze andere, laten we zeggen, output duidelijk maakt dat wij echt voor effectieve en daadwerkelijke verandering staan. En dat wij het enige antwoord zijn op de tijden van nu. Dus ik hoop dat jullie achter ons gaan staan en met ons. En volgens mij kunnen we het afsluiten. Yes! Heel erg bedankt iedereen.